Oh, dan begint je weer overnieuw. Nou, oké. Okay. Nou, hallo allemaal. Ik was eigenlijk al begonnen. Maar ik kreeg een heleboel klanten, dus ik had hem op pauze gezet. En waarschijnlijk is er toch iets niet helemaal goed gegaan. Dus ik begin overnieuw. Oh, ik zal even heel snel die kaarten bijhalen. Het is een kaart die we in de workshop hebben gemaakt. Afgelopen woensdag. En het is dus deze geworden. En dan doe ik hem even dicht. En die zou ik dus gaan uitleggen. Ik ben al behoorlijk opgeschoten, natuurlijk, daardoor, omdat ik al begonnen was. Maar we beginnen gewoon, we doen net alsof het nieuw is. Je hebt nodig van de Studio Light Essentials deze mal. En die heb ik gebruikt voor de buitenkant. Dat is deze witte, dat is deze witte kaart. Daar hebben we dus langs de openingetjes, langs de gaatjes, hebben we een rillijn gemaakt aan weerszijden. En wanneer je nou dus deze kaart in je snijmachine legt om te rillen bijvoorbeeld, en je zorgt dat die uitstulping, of die halve rondjes, dat dat precies op het midden ligt, dan kun je hem zo rillen. En dat gaat aan die kant en aan die kant. En dan krijg je dus een soort omslag. Een soort boekje. Nou, ik heb dus van deze mal de kleinste binnenmal gebruikt voor de kaart aan de voorkant. Goed, toen die leg ik even weg. Nou, de andere kaart, dat is deze. Nou ja, je ziet het wel, hij zit eigenlijk al helemaal in elkaar. Die is dus gemaakt met deze mal van de Essentials van Studio Light. Een vierluikje. En die heeft dus ook weer een matrandje en een oplegmalletje. Zowel beneden als boven. En daar heb ik dus deze kaart mee gemaakt. De kleur is een soort turquoise van Craft Emotions. En het dessertpapier, dat is van Scrappers van Fase. Of nee, van Studio Light. Dat is het stippeltje met aan de andere kant een zigzagstreepje. Maar die kleuren die komen er zo mooi bij. Nou, die heb ik dus allemaal opgeplakt. En nou was ik bezig om de voorkant eerst te bekleden. Want het plaatje wat erop komt, dat komt van het knipvel van de EWK 12. 25, ja. En dat is dus dit Franse knipvel. Het is al een ouder knipvel. En we hebben dus hier het plaatje uitgeknipt. Dat is deze afbeelding geworden. En die heb ik gemat op een wit kaartje. En die komt dus straks hier een beetje schuin op de voorkant. Maar dat doe ik straks, want we moeten eerst deze twee kaarten in elkaar gaan plakken. En het zijn natuurlijk twee verschillende mallen. Je kunt dus niet zeggen van je moet op de rondjes of op de randjes letten. Maar waar je wel op moet letten als je hem in elkaar wil zetten, dat zijn deze halve rondjes die eruit gehaald zijn. En die hierboven en beneden. En die moeten gelijk liggen met het derde halve rondje van de kaart. Dus 1, 2, 3. Wanneer je dit aanhoudt zo, dan kom je aardig weg. En dat geldt ook voor deze kant. Dat ga ik dus nu doen. Ik neem even mijn scoretape. Even het begin zoeken. En dan gaan we dat dus even een klein stukje, want dat het niet door de gaatjes komt. Want er zit hier in deze mal ook gaatjes. Zo. Je kunt het ook lijmen. Maar ik vind het in dit geval wel makkelijk om het even met tape te doen.
Want dan kan ik eerst een stukje losmaken en de kaart op zijn plaats leggen. En dan het andere stukje losmaken. Zo. Zo. Het is, ik heb ook, ik had dus eigenlijk toen ik begon verteld dat ik het dessertpapier dubbel door de machine draai. Ik leg twee stukjes op elkaar. Want als je dan zoals wij voor de workshops veel pakketjes moeten maken, dan ben je een tijdje bezig. En nou ja, het scheelt allemaal. Kijk, dit is de buitenkant. Dit wordt de binnenkant. En nou maak ik dus alleen dit los. Die bij de vouw zit. Die maak ik alvast los. En dan leg ik hem dus gelijk hierop. Aan die kant is hij gelijk. En aan deze kant. Ja. Zo, die zit. En nou haal ik dus het andere afdekvelletje eraf. Kijk, en dan zitten dus deze rondjes, die corresponderen met elkaar. Dat is, hij kan dus niet meer plat liggen, de kaart, daardoor. Maar dat is ook niet erg, want je kunt hem gewoon, als je hem wilt versturen, kan je hem gewoon dus dubbel vouwen. Nou, dan gaan we deze kant even doen. Op dezelfde manier. Ik maak eerst deze los. En leg weer die openingetjes gelijk. Even kijken. Je hebt dus aan de onder- en de bovenkant niet echt een wit randje, want de kaarten zijn even hoog. Zo. Nou, en dan deze nog. Deze eraf en het kleine stukje nog even eraf. Zo. En nou, daar is hij dus. De kaart. Nou, om hem aan de buitenkant een beetje leuk aan te kleden, heb ik dus het plaatje gemat. En die komt dan een beetje schuin hier op de voorkant. Dat doe ik wel met tape. Maar met lijm. Zo. En zo'n beetje schuin weg. En verder heb ik een roset gemaakt met een oude Tim Holtz sislid. Zo'n een lange stans. Ik heb nog een heleboel van die oude dingen. En nou, die gebruik ik toch wel regelmatig. Ik vind het wel fijn. Hier moet straks nog een soort steentje op. En ik heb de kwastjes gemaakt met het malletje van Marianne. Dat zijn de tassels met de schulpjes. Dus je hebt ook de rechte en dit zijn de geschulpte tassels. Nou, die heb ik aan een stukje wekskoord gemaakt, ook in dezelfde kleur. En die komen dus, die tasseltjes, gaan we een beetje ongelijk opvouwen, zo, dubbel vouwen, koordje. En dan neem ik een klein stukje scoretape. Zo, want dat is. En ik leg hem hierop. Zo. Ik zal eerst even mijn lijm dicht doen, want dat gebeurt nogal eens dat ik dat vergeet. Zo. En nou gaat dus deze roset, die gaat er hierop. Even kijken. Zo. Nou, dan hebben we dus dit. En aan de binnenkant, ja, dan zal ik moeten knippen.
Maar ik denk dat ik dat dus straks ga doen. Maar ik zal het wel even laten zien. Er zit dus hier een dametje. Met een hondje. En ik zal even de kaart erbij pakken. Dan kunnen jullie dat zien. Hier zit het hondje. Een stukje waxcord in dezelfde kleur. Dit is dus de lady. En dit is het medaillon. Dat zit dus hier ook op het knipvel. Dat ga ik er straks op doen. En ik heb een labeltje gemaakt met een tekst. Van voor een lady met stijl. En dat is een stempeltekst van Different Colors. Die heb ik al een hele tijd. Hij is er ook voor een man. En nou, dat vond ik wel toepasselijk, die tekst. Dus, ja, het is natuurlijk nou een beetje kort filmpje geworden. Omdat ik al begonnen was. En ik had hem dus op pauze gezet en dat is niet helemaal goed gegaan. Ik zal dit nog heel even vastplakken, zie ik. Want dat is het strikje. Zo. Nou, dit was dus de kaart van de workshop. Op de Franse Tour voor een lady met stijl. Ik ga hem verder afmaken. En ik hoop dat jullie een idee hebben om ook zoiets te maken. Je hebt twee mallen nodig, dat wel. Maar ja, die kun je ook natuurlijk apart gebruiken. Kijk, hij kan dus niet helemaal plat, zie je wel. Deze ook niet. Maar als hij kan wel in een gewone envelop. Hij is iets dikker, maar het is te doen. Nou, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende kaart.